Klanten die bestolen zijn bij de kluisjesroof in Oudenbosch, die krijgen toch alle schade vergoed. In een brief die ze vandaag in de bus hebben gekregen staat dat de bank schappelijk met claims om zal gaan. Ze moeten dan wel kunnen bewijzen dat ze meer in hun kluisje hadden dan het maximaal verzekerde bedrag van 45.000 euro. De Rabobank zegt in de brief zich moreel verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen van de inbraak. Omdat wij natuurlijk ons heel goed realiseren dat de mensen in het volste vertrouwen hun geld en sieraden vaak en bezittingen in de kluisjes hebben gebracht bij de Rabobank. Met het idee ook dat het daar veilig zou zijn. Hè? Het woord safe loket zegt dat ook. Nou, en dat is eigenlijk ook de reden dat wij gezegd hebben uit coulantse overwegingen. Nu mensen zo gedupeerd zijn en nu ook blijkt dat heel veel mensen ook daar meer grotere bedragen in hebben zitten, die ze ook aannemelijk kunnen maken, dat wij die beperking willen laten vallen. Wanneer is het voor u voldoende aannemelijk? Ja, dat is echt per geval, van geval tot geval verschillend. Ik kan u misschien een paar voorbeelden geven. Het gaat dan natuurlijk om de aannemelijkheid van dat mensen het in bezit hadden en het aannemelijk kunnen maken dat het ook daadwerkelijk in de kluis zat. En wij proberen echt klanten daarmee te helpen om het aannemelijk te maken. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan dat we van tevoren ook vragen in wat voor enveloppen zat het, in wat voor verpakking zat het. Omdat we ook nog heel veel enveloppen in de opengebroken kluisjes terugvinden. De bank heeft inmiddels met bijna alle 300 gedupeerde klanten gesproken. Is de conclusie terecht dat het meevalt met de totale schade omdat u coulant kunt zijn? Dat heeft niks met elkaar te maken. Dus het gaat hier toch om een aanzienlijke schade. En juist omdat we het ook nog niet weten, is het totaalbedrag niet de reden geweest waarom wij dat gezegd hebben. We zijn er gewoon achter gekomen na al die gesprekken dat we klanten hiermee mee helpen. Over de omvang van de totale schade wil de bank nog steeds niet zeggen. Verslaggever Erik Peters die volgt de zaak voor ons. Hij is in Oudenbosch. Erik, je denkt dan toch, het is ruim 3 maanden geleden. Had de Rabobank dit niet al veel eerder kunnen doen? Dat had de slachtoffers een hoop kopzorgen bespaard. Nou ja, 2 dingen daarover. Allereerst heeft de bank natuurlijk gezegd, we willen heel zorgvuldig te werk gaan. Nou, de bank heeft inmiddels met bijna alle 300 gedupeerden gesproken. En weet dus nu zelf ook wat het totale schadebedrag is. En dat is mogelijk zodanig laag uitgevallen, zeg ik dan. De bank wil het weliswaar zelf niet zeggen. Maar dat het dus zodanig laag is uitgevallen, dat ze dus nu ook heel soepel met deze claims kunnen omgaan. Een andere factor die een rol speelt is natuurlijk de imagoschade die de banken de afgelopen maanden leidt door deze hele affaire. Het is al maandenlang in het nieuws, die hele kluisjesaffaire. Ja, de bank wil er natuurlijk ook gewoon nu klaar mee zijn, het dossier nu gaan sluiten. Ja, de gedupeerden zal het om het even zijn wat nu precies de reden is. Zijn zij vooral blij dat er nu een oplossing in zicht is. Bijvoorbeeld Kees de Bruin uit Feyenoord. Ja, ik kan alleen maar juichen. Dat is het allerleukste wat ik kan horen. Zoveel weken in onzekerheid en hartstikke schitterend dat in de bank last zien. Ik zeg eerlijk, het waren duur verziende centjes. En ja, als je dan ineens zie verdwijnen, ja, is dat echt heel erg zuur. En je hebt hoop dat nu alles ook terugkomt? Ja, ik denk het wel. Als jij gewoon netjes aan kunt tonen dat en dat zijn we kwijt. Dan denk ik dat de bank echt alles gaf vergoeden. Hebben ze eigenlijk al in de brief aangetoond en openbaar gemaakt. Ja, Erik, nog even tot slot. Het politieonderzoek is natuurlijk nog in volle gang. Hoe staat het daarmee nu? Ja, dat is een beetje lastig om daar zicht op te krijgen. De politie doet er het zwijgen toe. Ook justitie wil niet veel loslaten. De 2 beveiligers, ja, die zitten nog steeds vast en die ontkennen alle betrokkenheid. Komende maandag dan is er weer een uitzending van Bureau Brabant. Dan wordt er weer aandacht besteed aan deze zaak. Dus het lijkt al met al nog een hele moeizame zaak te zijn voor politie en justitie.